Mijn naam is Adi Abbach. Ik studeer bedrijfskunde meer aan de Haagse Hogeschool. En ik zit inmiddels in mijn laatste jaar. Nou, ik heb voor de opleiding bedrijfskunde meer gekozen omdat ik tijdens mijn mbo-opleiding een beetje diepgang miste. Ik heb een hele financiële opleiding gedaan en dat was toch wel echt heel erg gericht op de getallen. En ik wou iets meer breedte daarin brengen. Dus ik had zoiets van, ja, getallen die heb ik. Die heb ik onder de knie, maar wat gaan we daarmee doen eigenlijk? In het eerste en het tweede jaar bereid je eigenlijk voor om het werkende wereldje in te gaan. Dus je ziet jezelf en je ziet anderen om je heen ook groeien in die twee jaar. En in het derde jaar mag je dan stage lopen en dan ga je dus hetgeen wat je hebt geleerd allemaal toepassen in de praktijk. Ik heb stage gelopen bij Uniek Uitzendbureau. Een hele snelle wereld moet ik zeggen. Uitzendwereld is een hele snelle wereld, dus je moet het proberen bij te benen. Maar ik moet blij zijn met het feit dat ik echt als volwaardig collega werd ontvangen. Niet meteen aan het begin, je moet in eerste instantie jezelf bewijzen en laten zien dat je ook meedenkt met hetgeen wat zij doen. Wat ik tijdens mijn studie aan het doen ben nu, is werken bij een theater hier in Den Haag. En dat is ook een leidinggevende functie. En daar zie ik heel veel raakvlak met hetgeen wat ik nu in opleiding tegenkom. Dingen als gedrag in organisaties, dingen als ziekteverzuim, arbeidsrechtelijke aspecten. Dat zijn dingen die ik nu tegenkom en hetgeen wat ik daar ondervind in dat werk, wil ik in principe later ook, daar wil ik mee doorgaan. Ja, in Holland heb ik ook bezocht tijdens een open dag, net als de Haagse Hogeschool. En de Haagse Hogeschool sprak mij meer aan, omdat de Haagse Hogeschool toch een grote school is, maar tegelijkertijd allemaal academisch binnen de school heet. Dus het zijn een soort van kleine schooltjes in één grote school. En dat trok mij wel, dat vond ik wel interessant.